De start is gevallen, de paarden zijn onderweg en het is een goede start eigenlijk voor alle paarden. En we gaan op weg naar de eerste bocht en daar ontstaat een strijd om de leiding waarbij Casso Canje zich aan het front meldt. Met op de tweede plaats aan de binnenzijde Quenda Beukenswijk. Daarachter aan de buitenzijde Felton Viscount en dan de favoriet Jerry Mom. En aan de binnenzijde bij de eerste vijf ligt daar Monaco Royal Event. Paarden komen af op de rechte lijn voor de tribune. En wat Dominique Lokkeneu niet deed, gaat Langeweg Senior wel doen. De kop afgeven met zijn Casso Canje. Casso Canje notabene het paard dat Hugo zo teisterde in de derby. Maar vandaag zit hij er zelf achter. En eens kijken of dat een mooi sprookje kan worden. Inmiddels Felton Viscount, Jerry Mom en aan de binnenzijde Casso Canje. Dat zijn de eerste drie. Met verreweg in het veld aan de vier. En dat is Quenda Beukenswijk. Daarachter Monaco Royal Event en Deep Impact. En achter Deep Impact aan de binnenzijde opereert dan het nummer twee van Unique Affair. Positiewisseling aan kop van het veld. Daar komt Jos Verbeek inmiddels de leiding opeisen met zijn Jerry Mom. En die heeft een lengtevoorsprong genomen op Felton Viscount. En op de derde plaats is het dan Casso Canje. Concreet betekent dat dat de favorieten zich hebben gemeld in het front. De vierde plaats erachter is voor Quenda Beukenswijk. En die wordt op een lengte gevolgd door Monaco Royal Event. En achter Monaco Royal Event de laatste twee. Unique Affair die volgt als voorlaatste en op de laatste plaats, terwijl het tempo nu volledig uit de koers gaat. Deep Impact. Paarden komen dan af op de verre linkerbocht. En ik weet niet wat zin er gaat met zijn regenvoorspellingen, maar hij heeft weer gelijk. Het begint te regenen tijdens deze pre-Ready Cash. En het is aankop van het veld Jerry Mom, de zoon van Ready Cash, die hier een lengtevoorsprong verdedigt ten opzichte van op de tweede plaats Felton Viscount. Daarachter komt langzaam maar zeker van de reling af paard nummer 5, Casso Canje. Betekent dat Langeweg Senior er een goed gevoel bij heeft. En je kan natuurlijk ook de Jos Verbeek niet zomaar even die koers laten stelen. Het is mooi prijzengeld, 8800 wordt er verdeeld, 4000 aan de winnaar. En we gaan zo dadelijk nog één volledige ronde afleggen in deze pre-ready cash met de favorieten vooraan. Jerry Mom als een grootvorst op de tweede plaats erachter naar de nummer 7 van Felton Viscount. En aan de buitenzijde komt daar naar voren Casso Canje. Achter Casso Canje aan de binnenzijde Quenda Beukenswijk. Die heeft het kruid nog kurk droog en wordt in het tweede spoor geflankeerd door Monaco Royal Event. Achter Monaco Royal Event is er aansluiting voor Unique Affair. Iets wat niet meer gezegd kan worden van Deep Impact. Die moet op dit moment die voorste zes paarden even laten gaan. We gaan af op de overzijde van de baan met Jerry Mom. Nicky de Vreene zou zeggen als een geoliede drafmachine aan de leiding. Want dat is het op dit moment. Heeft echter nog een driekwart lengte voorsprong te verdedigen ten opzichte van een nu fel attackerende Hugo Langeweg Senior met Casso Canje. Daarachter schuift het veld wat in elkaar. Aan de buitenzijde meldt zich ook Monaco Royal Event. En aan de binnenzijde heeft ook Rick Ebbingen nog alle kansen met zijn nummer 7 veld en Viscount. Hoewel die nu de eerste twee wat moet laten gaan zoals het lijkt. We komen af op de laatste rechte lijn en we krijgen weer een duel. In de stromende regen. Verbeek en Langeweg Senior. Regen wordt hagel. Het wordt misschien nog sneeuw. Maar wel een prachtige laatste rechte lijn. Als we hier afkomen op de laatste. Met Casso Canje aan de buitenzijde. En Jerry Mom aan de binnenkant. Jerry Mom vecht voor wat hij waard is. Maar Casso Canje, dat is natuurlijk een sterke beer. We zijn op 100 meter van huis. En het ziet er nog altijd goed uit. Voor Jerry Mom. Casso Canje probeert het hard. Komt ook dichterbij. Komt ernaast. Jerry Mom heeft zelfs een moeilijk momentje naar de finish. Maar houdt wel stand. Tot groot genoegen van Jos Verbeek. De drie wint voor de vijf. En ik had eigenlijk veel te weinig aandacht voor die hele mooie derde. Richard Slijver en Quenda Beukenswijk.